Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. De vorige keer heb ik Rage Quit 2.0 gedaan. Vandaag is Rage Quit 3.0, want we zijn nog steeds bij dit stukje en daar zijn we de hele aflevering. Ik heb net een stukje geoefend. Ik zal jullie vertellen, het ging niet echt veel beter dan de laatste keer dat jullie hebben gezien. Het is namelijk extreem moeilijk om te ontwijken, want je kan niet anticiperen, zeg maar. Je kan niet anticiperen op wanneer die ijspegels komen. Je kan niet liggen, zeg maar, onderaan in het scherm gaan wachten. Oh ja, het zat er wel in. Oh, ik leef nog. What the fuck? Je kan niet onderin het scherm wachten, want het scherm gaat met je mee, zeg maar. En volgens mij vallen ze ook niet elke keer op hetzelfde moment of op dezelfde plek. Volgens mij is het allemaal, nou, niet per se random, maar meer gebaseerd op de plek waar jij op dat moment bent. Of dat eerlijk is? Nee, dat is het zeker niet. Maar gebeurt het toch wel zo? Ja, het gebeurt wel zo. En hoe heet het om... Oh, wat gebeurt er? Wauw, ik ben nu al een leven kwijt. Die zijn niet met full health, hè? Stel, we waren niet met full health, dan waren we gewoon gesoftlocked. Ja, maar hoe dan? Hoe moet ik dat dan halen? Mocht ik deze aflevering niet halen, dan is dit het einde van de serie. Maar heb ik het al zoveel geprobeerd, dan is de serie gewoon af. Dus ik geef mezelf 20 minuten. En als we dat niet gehaald hebben, dan is het klaar met Ori and the Blind Forest. We zijn wel al verder gekomen dan de vorige keer. We zijn er in ieder geval verder gekomen dan de vorige keer. Dat was fijn. Wat gebeurde? Wat gebeurde er? Oh ja, dat is de slechte controls natuurlijk, omdat dan alles op één knop zit. Dat was ik vergeten. Dus je moet eigenlijk zo bedenken dat... dat je, stel je speelt Mario. Dat ground pounden dezelfde knop is als... Even een goed voorbeeld geven. Wacht, ik moet even concentreren. Daar moet je gewoon geen levens kwijtraken. Ja, hoe ging ik dood? Ik was nog helemaal niet geraakt ondertussen. Is dat one hit KO dan zo'n... Nee, zo'n spuit is niet one hit KO, anders had ik al... Hier... Wacht, wat ik ook nog kan doen, en dat is misschien super cheap... Nee, laat maar. Mijn ideeën gaan niet op.
Ik dacht ik kan het cheesen, maar dat kan ik helaas niet. Zo random ook weer, hè? Wanneer die dingen vallen, want de ene keer heb je alle tijd om de overkant te halen. Nu had ik helemaal geen tijd om de overkant te halen. Doe het dan, ik druk toch op die knop. Nou, ik laat me zo wel doodgaan. Dat heeft toch geen zin. Dat is gewoon one hit kill, hè? What the fuck. Nou, kom op. Oh, dus een checkpoint. Wacht. Oké, never mind. Er zijn geen checkpoints. Ik heb hem op easier gezet. Waarschijnlijk dat je dan extra checkpoints krijgt. Het enige... Oh, fuck. Ik dacht dat ik al dood was. Het gangetje is zo klein. Dit is het eind of niet? Kuro's nest. Fine fucking Lee. Wacht. Nee, ik wil opslaan. Kan hier waarschijnlijk niet opslaan. Magische poeder. Cute. Babyeltjes. Uiltjes zijn hier allemaal scary. Of scared eigenlijk. Zelf zijn ze niet zo scary, zelf zijn ze een klein beetje cute. Die grote overigens niet, die grote uil is niet heel erg cute. Zijn de uiltjes vermoord?
Oh nee. Oriad learned, now they perished through our light. All along, she was simply protecting her lost child. Dat snap ik wel. Daar heb je de grote uil, meneer. Ja, maar meneer de uil. We hebben gezien wat er aan de hand is. Waarom kan ik hier niet zeven? Dat is kut. Oké. Oeh. Maar dan kan ik dus nog niet zeven. Oké. Maar waar kan ik dan schuilen? Dit is interessant. Boom. Boom. Daar kan ik eventueel eens even. Interessant, interessant. Ik kan nog steeds niet zeven, dat is wel balen. Dat kan ook niet. Dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Springt hij daarop? Wat een onzin. Hoe krijgen we dat beest aan die kant? Auw. Nou, er komt er wel een nieuwe. Dit werkte, oké. Ik kan nog steeds niet zeven, dat is zeer sad. Hoe ging de dash ook alweer? RB. Oké. Oh, dat zijn prikkels. Oké, dan weten we dat ook weer. Wat? Ik werd keihard in mijn kontje gebonkt. Niet te doen.
Hoe klom je ook alweer? Oh, zo. Oké. Ik weet weer hoe ik klom. Of hoe ik klim bedoel ik. Auw, kut. Kibbeling. Nice. We barely escaped from the clutches this time. It's clear now she hunts us. Kuro is just protecting her child. Oké. Okay. Nieuwe plek waar we naartoe moeten. Sorrow Pass. Of zijn we nu in Sorrow Pass? Nee, we zijn niet in Sorrow Pass. Kunnen we... Wacht, hoe werkt het ook weer? Dus uitzoomen. Ik wil eigenlijk weten waar ik nu ben. Hier ben ik nu. Hier ben ik nu. Nee. Daar ben ik nu? Wat? Hoe komen we daar dan in godsnaam? Tell me more, tell me more. Hier dan? Ja, ik denk vanaf hier. Maar hoe komen we daarboven? Klimmen via de muur? Interessant. Oh. Oh, je kan hier met de woei. Zien jullie dat? Wojo, dat wist ik helemaal niet. Dit is ook interessant. Zit er nog zo'n beest hier? Dankjewel. Kamen worstwezen. Kut. Nee. Oh. Oeh, dat deed de helft van mijn damage. Dat is niet heel best. Hier zit ook iets. Je zou bijna denken dat er ergens een hendel is. Ja, hier moeten we ook nog steeds naartoe. De rest van de map hadden we al gecomplete. Sad. Nu vragen we nog steeds af hoe we dan daar komen. Kut. Oh, ik word zo moe van mezelf. En jullie waarschijnlijk ook als jullie er naar kijken. Ik wil deze wel weer even unlocken. Dat is ook een warpoint, hè? We kunnen die warpoint misschien ook wel gewoon gebruiken. Oké. Okay. We hebben een save point. Oh, dus alleen voor de kaart. Dat is niet per se een barpoint. Dat is jammer. Z
zou zeggen dat er ergens iets van een hendel zou moeten zijn. Ik zou alleen niet weten waar die hendel zou moeten zijn. Misschien dat we later nog een power-up krijgen dat we daar doorheen kunnen. Oh, oeps. Kut. Wauw, ik word hier een partijtje in mijn anus genomen, dat wil je niet weten. En dat is niet helemaal aardige taal, dat weet ik wel, maar dat is allemaal wel waar. Oh, dat is niet helemaal de bedoeling. Moet hij naar links? Dat is in ieder geval duidelijk. En dan gaan we de volgende aflevering ook doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en zie je graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos!